Sepp de Rover, als ik naar de ranglijst kijk, dan wordt het een harde dobber voor NAC. Vitesse derde, NAC 17e. Waar liggen de kansen voor NAC tegen Vitesse? Ja, ik denk dat, dat Vitesse dit seizoen ook wel wedstrijden heeft gehad waarin dat ze niet zo goed speelden en waar dat er de kansen voor de tegenstander lagen. En ja, ik denk dat dat voor ons zaak is om daar wel gebruik van te maken. En die mogelijkheden liggen er, die hebben we in de bespreking bekeken. En ja, daar moeten wij voluit voor gaan. En waar liggen die zwakheden van Vitesse dan? Ja, het heeft niet met, met zwakheden te maken, maar goed, je hebt natuurlijk met Bonny en met Reis heb je natuurlijk heel goede spelers in balbezit. Het ligt misschien in de omschakeling, hè, waar de kansen liggen van NAC. Ja, absoluut. Ik denk dat ja, Vitesse is gewoon een heel degelijk ploeg. Ze krijgen weinig doelpunten tegen. En ja, we moeten gewoon zien dat wij in de omschakeling heel scherp zijn, zowel naar verdediging als naar aanval. Nog geen wedstrijd verloren, hè? Vitesse. Ik geloof 5 keer gewonnen en 3 keer gelijk. Dat zijn wel imposante cijfers voor die club. Ja, dat klopt ook wel, maar de kans dat ze dan een keer verliezen wordt natuurlijk ook wel groter. En ja, wij moeten gewoon zorgen dat wij dat zijn, die ploeg die dat kan bewerkstelligen. Is er een bepaald ingenieus tactisch plan bedacht om Vitesse te gaan bestrijden? Of moet het NAC gewoon van het opportunisme hebben en het avondje NAC, de steun van de supporters? Ja, ik denk dat het voor ons sowieso heel belangrijk is en dat merkte je tegen AZ heel goed. Daar kwamen we ook achter en één keer dat het publiek zich er echt achter zette, dan krijg je op het veld echt een boost. En op het veld zelf moeten we enthousiasme uitstralen en er wel 100% voor willen gaan. Ik denk dat dat het allerbelangrijkste is.